Wie is Maxima, koningin der Nederlanden? Met die vraag heeft journalist Marcia Luiten zich de afgelopen 5 jaar bezig gehouden. Ze schreef er een biografisch portret over, waarvan het eerste deel, Moederland, zojuist is verschenen. Uitgever Francine Schuursma zoekt Marcia thuis op om haar het eerste exemplaar te overhandigen. En natuurlijk om haar te spreken over het meeslepende verhaal van Maxima en hoe zij is gevormd door haar geboorteland. Welkom bij de Bezige Bij podcast. Ik heb je net het eerste exemplaar van je boek overhandigd. Moederland, het boek over de jonge jaren van Maxima en het land waar zij opgroeide. Hoe voel je je? Nou, ik vind het ontzettend bijzonder en ook een enorme opluchting om het in handen te hebben. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik toch er zenuwachtig over was van of wat we hadden bedacht. Want we hebben hier gezeten met al die staaltjes of we een heel huis gingen stofferen. En al die bladen en al die kleuren. Ik ben ontzettend blij dat het er zo prachtig uitziet. En die zorg is weg. En de inhoud ken ik intussen elke zin. Maar het ziet er beeldschoon uit. En nou ja, eindelijk is het er. Het was natuurlijk een enorme race om hem op tijd af te krijgen. Ja. En dat is dus gewoon gelukt. Ja, precies. Zullen we even terughalen hoe het allemaal begon ooit? Hè? Hoe ging dat nou ook weer? Hoe kwam je tot dit idee? Of hoe? Je zegt kwamen wij. Want ik zat bij jou in die tuinkamer. Daar zat jij en wij dronken een koffie. En ik had net dat weekend daarvoor in Buiten of had ik Jolande Withuis geïnterviewd over Juliana. En dus die prachtige, hele dikke pil over Juliana gelezen. Ook bij de Bezige Bij. Ook bij de Bezige Bij, precies. En toen zei ik tegen jou, oh, wat heeft Jolande dat toch waanzinnig goed en mooi gedaan. En het is zo rijk en mooi geschreven. En toen zei ik tegen jou, God, zei ik, Maxima wordt over 50 jaar. Dat wist ik toevallig, omdat we precies even oud zijn. Toen zei ik, wie schrijft eigenlijk de biografie van Maxima? Want ik dacht, dat ga jij dan natuurlijk ook. Dat heb je ook al in je fonds, dat is iemand mee bezig. En toen zei je, ja, geen idee. En toen concludeerden we allebei, nou, dat kan niet. Ligt zo voor de hand. Daar moet iemand mee bezig zijn. Dus jij klapt je laptop open en wij zeiden, nou, even kijken wie dat dan doen is. Toen konden we niemand vinden. Toen dachten we, dat kan niet, beter zoeken. En toen klapte je laptop weer dicht en dan zei je, nou, dat ga jij dus doen. Toen zei ik, wat ik? Ben je gek? Ik zei, ik heb niks met het Koningshuis en de Oranjes. Ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Ik zei, en bovendien, ik ga toch niet daar in de struiken van Paleis Noordeinde liggen, hè, met een camera en een boekje. Nee, zei ik, Francine, dat is niks voor mij. Maar je gaf je niet zo snel gewonnen. Dus je zei, ja, maar wat nou als we met mensen kunnen praten? Nou, ik zei, nou, dat kan niet. Want ze hebben altijd al hun vrienden het zwijgen opgelegd. En ik begrijp dat heel goed, zei ik. Want ze hebben natuurlijk al überhaupt geen privacy. Dus stel je voor dat ook nog hun vrienden gewoon mogen praten over hun hele leven. Nou goed, uiteindelijk zei je, luister, dat boek moet geschreven worden. Dan moet een generatiegenoot moet dat doen. En dan natuurlijk het liefst iemand die net als zij economie heeft gestudeerd en die veel door Afrika heeft gereisd en die ook 3 kinderen heeft en die ook serieus is in haar werk en houdt van dansen en uitgaan. Dus jij moet dat doen. Nee, toen had ik eigenlijk niet zo heel veel verweer meer. Maar toen zei ik, nou oké, ik ga het wel uitzoeken. Als we toegang krijgen tot primaire bronnen, dan kan het. Precies. En ik herinner me een zonnige ochtend in Den Haag. Toen we elkaar troffen op het Binnenhof en we een afspraak hadden met de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. En volgens mij was dat een keerpunt in je beslissing, hè? Die ochtend om dit boek daadwerkelijk te gaan maken. Nou ja, toen hebben we inderdaad ons idee gepitcht. En toen bleek dat ze helemaal niet zo onwelwillend daar tegenover stonden. En vervolgens is het natuurlijk nog een hele lange weg geweest. Maar nee, toen had het Hof natuurlijk ook al ermee ingestemd. En toen de RVD groen licht gaf. Ja, want wat behelste eigenlijk groen licht? Precies, he? Groen licht was eigenlijk een verklaring van geen bezwaar. Juist. En meer niet. Dus dat betekent dat we dat het Hof, Maxima, de RVD, geen bezwaar hadden tegen gesprekken met vrienden, familie, collega's. Eigenlijk met iedereen die we maar zouden willen spreken. Met natuurlijk enkele kanttekeningen, uitzonderingen. Leden van het Koninklijk Huis kunnen niks zeggen, want die vallen onder ministeriële verantwoordelijkheid. Want dat hadden wij natuurlijk meteen duidelijk gemaakt in onze pitch. Het wordt een niet geautoriseerd, onafhankelijk boek.
En daar gingen ze toch in mee. Ja, ja. Nou, en nu ligt het er. En toen ging je aan de slag, hè, toen dat gesprek was geweest. Wat was eigenlijk toen het eerste wat je ging doen? Ja, ik weet nog dat ik hier thuis tegen Jeroen vertelde. Nou ja, ik ga het gewoon doen. Ja. Of nee, ga het in elk geval proberen. En dat Jeroen mij aankeek in een totale verwilderde blik en zei... maar hoe in vredesnaam ga je dit doen? Ik zei, ja, ik heb ook geen idee. Ik zei, maar ja, hoe gaat het met dit soort dingen? Je moet gewoon erin springen en een paar slagen maken. En op een gegeven moment vind je wel een weg. Dus het is gewoon, je begint ergens aan één draadje te trekken. En dan komen er meer draden. En op een gegeven moment komt er een heel weefwerk komt daaruit. Dus ik ben eerst begonnen met een paar goede boeken over Argentinië aan te schaffen, te lezen. En ik ben ook online gaan zoeken naar wat is er eigenlijk? En toen ben ik op een gegeven moment inderdaad begonnen met gesprekken, mensen benaderen. Want een verklaring van geen bezwaar was alles wat we hadden. Dus ik had niet lijsten met namen, geen e-mailadressen, telefoonnummers, eigenlijk niets van dat alles. En toen ben ik begonnen met... Ik heb fantastische fixer / researcher in Argentinië benaderd en bij het project betrokken. Ze was me aangeraden door Ineke Holtwijk, die jarenlang in Zuid-Amerika natuurlijk verslag heeft gedaan. Geweldige journalist. En Carola was haar vaste kracht daar. En zo ben ik begonnen. Ja, precies. In het voorwoord schrijf je nooit, zoals je net ook al een beetje zei... nooit had ik mij met een koningshuis bezig gehouden. Geen plakboeken aangelegd of koekblikken verzameld. Nooit roddelbladen gekocht om over Oranjes te lezen. Nou was dat natuurlijk ook niet wat ons voor ogen stond bij de bezige bij. Maar toch denk ik dat heel veel lezers verrast zullen zijn... door je diepgaande analyse van het geboorteland van Máxima Zorreguieta, haar moederland... zoals de titel van het boek is. 3 keer ben je naar Argentinië gereisd. Soms zonder harde afspraken in je agenda. Hoe was dat? En hoe voelde je je daar in dat land? Nou, ik weet nog wel dat ik de eerste keer in het vliegtuig naar Argentinië stapte. Ik zou eerst naar Buenos Aires vliegen en dan een paar uur later naar Patagonië. Nou, weet je, ik had natuurlijk hiervoor het boek over Limburg gemaakt. En je kan zeggen dat ik daarvoor ook moest reizen. Maar dat was eigenlijk gewoon alsmaar thuiskomen. Het was eigenlijk meer, zeg maar, de baarmoeder opnieuw onderzoeken. Weet je, want ik logeerde dan bij mijn ouders. En ik reisde gewoon door mijn geboortestreek. Dat voelde niet als reizen. En daarvoor had ik natuurlijk jarenlang veel gereisd door Afrika. En dat heb ik altijd ongelooflijk spannend en te gek en inspirerend gevonden. Om gewoon op pad te gaan in mijn eentje. En nu zat ik weer in mijn eentje in het vliegtuig. En ik was echt totaal door het dolle heen. Ik dacht, het is niet gezond dat ik zo ivoor ben. En ik dacht, stel je erop in. Het was volgens mij 26 waarom uur niet? Was ik onderweg. Waarom is dat niet gezond? Nou, omdat ik dacht, ik moet gewoon even kalmeren. Ik ben natuurlijk... Ik dacht, hou er rekening mee dat als je aankomt... dat je helemaal uitgeteld bent. Want dan heb je 26 uur gereisd. Het is vervliegen en wachten op die tussenvlucht en zo. En voordat ik dus uiteindelijk in mijn hostel in de bergen zat... was ik inderdaad volgens mij meer dan 24 uur verder. Maar toen ik daar aankwam, stond ik nog steeds te stuiteren. En ik was zo door dolle heen. Ik vond het zo te gek. Ik bedoel, Patagonië, dat heeft voor mij altijd een soort van... echt mythische klank gehad. Ik heb er alleen maar fantastische beelden van gezien. En opeens zat ik daar midden in de Andes. En het was ook prachtig. Dus het was ook echt in niets stelde het teleur. Woeste grote bossen met bomen van, ik weet niet, 30 meter hoog. En bergen en meren. En nou, daar ging ik dus gewoon interviews doen. Dus dat was ook, nou, het was geweldig. Ik heb mezelf een dagje vrijgegeven om een dag te paard de bergen in te gaan. Dus het was echt alleszins fantastisch. En toen ben ik naar Buenos Aires gegaan, waar ik afspraken had met vriendinnen. En, precies. Ja. Wanneer had je voor het eerst daar of tijdens het schrijven het gevoel, het meisje of de jonge vrouw, Máxima, heel dicht te naderen? Welk moment was dat? Nou ja, in die...
vooral, nou ja, kijk, nou, het was eigenlijk tijdens die reis. Dat ik die eerste reis heb ik zo ontzettend veel kunnen ophalen. Dat ik van tevoren ook dacht, dit is echt het point of no return. Als nu blijkt dat ik afspraken met mensen heb, maar dat ze niks, mij niks willen bieden, dan kan het toch niet. En, maar dus dat viel helemaal niet tegen. Dus ik denk dat toen ik in Buenos Aires aankwam, dat ik al dacht, ik weet nu al echt zulke bijzondere dingen. En toen sprak ik daar ook vriendinnen. Kijk, je moet je voorstellen, die vriendinnen zijn natuurlijk ook best wel enigszins gereserveerd. Die hebben nooit met een journalist gesproken. En ook die eerbiedigen toch heel erg, zeg maar, de kleine privésfeer van Maxima's leven. Maar als het gaat over het leven in Argentinië, merkte ik dat dat voor hen ook voltooid verleden tijd is. Een soort van afgerond deel van dat leven. Plus, ze kennen elkaar vaak van sinds ze 2 is of 4 of 6. Dus dat zijn vriendschappen die al 40 jaar meegaan. Die zijn helemaal niet zo afhankelijk of kwetsbaar voor alles rondom haar positie nu. Dus eigenlijk ging het daar heel erg goed en hard met mooie verhalen. Ja. Je noemt vriendschappen. Die spelen een hele belangrijke rol in het leven van Maxima. Dat beschrijf je heel mooi. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Je hebt ook wel eens tegen mij gezegd dat je er zelfs een beetje jaloers bijna op bent. Hoe diepgaand dat is en hoe trouw die zijn. Ja. En hoe intensief die vriendschappen worden beleefd in Argentinië. Ja, ja, dat is iets wat nou, misschien sommige mensen hier wel hebben. Maar ik in elk geval niet, terwijl ik hele goede vriendinnen heb. Maar je moet je voorstellen, zij heeft vriendinnen. Eén vriendin die heeft ze af en af haar geboorte. Omdat die moeders beste vriendinnen waren. En een andere vriendin die leert te kennen als ze 2 is. En dan gaan ze samen naar dezelfde school. Eerst naar dezelfde voorschool. Dan gaan ze naar Northlands als ze 5 zijn. Of net 6. En daar zitten ze vervolgens ook nog 12 jaar op. Dus bijna die eerste 18 jaar of de eerste 16 jaar van hun leven zijn ze helemaal samen. Dan is het ook nog eens zo dat hun families met elkaar bevriend waren. Zoals met Valeria en Maxima. Of dat wel worden, omdat die meiden zo intensief met elkaar optrekken. En als daar families met elkaar omgaan, dan is het echt zo dat ze ook elkaars opa's en oma's leren kennen en broers en zussen en nichten. Dus het is echt een beetje, het zijn bijna kleinachtige verbanden waarin de relaties ontzettend hecht zijn. En ik heb daar dus een beetje een romantisch beeld van gecreëerd voor mijzelf. Omdat, kijk, wij doen natuurlijk hele goede vriendschappen op in onze studententijd. Dat is in Argentinië stukken eerder, veel meer in echt die hele vormende jaren. En ik heb daar natuurlijk een romantisch beeld van gemaakt. Die vriendschappen zijn nog steeds heel erg hecht. Al is er natuurlijk ook heel veel afstand en heeft Maxima een superdrukke agenda. Maar kijk, als je zeg maar sociaal, cultureel ernaar kijkt, dan zijn ze natuurlijk ook, die hele hechte clan, ze zijn ook natuurlijk een product van een nog een beetje feodale samenleving. Hè, waarin zeg maar de individualiteit veel minder ontwikkeld is. Dus daar zitten vast ook nadelen aan. En, maar je ziet dat het Maxima er niet van heeft weerhouden om toch heel haar eigen weg te gaan. Ja, want haar vleugels uit te slaan ook. Ja. En gewoon op een gegeven moment op het vliegtuig naar New York te stappen. Precies, ja. En, maar die vriendschappen die blijven dus ook hecht, ondanks verschillen in woonplaatsen in hele continenten. Ja. Hè? Want dat is ook al vrij jong dat die vriendinnen overal gaan wonen. Ja, maar dat een hele houdt vriendin ze er helemaal niet nee, van. Nee, precies, want één hele goede vriendin vertrekt als ze eindelijk samen doen, vertrekt zij al naar Londen. Terwijl dat toch echt een van haar beste vriendinnen is. En nog steeds. Op een gegeven moment, ergens vorige zomer, midden in de coronatijd, dus we moesten buiten afspreken, zaten we samen op een kleedje in een park in Amsterdam-Noord. En jij had een heerlijke picknickmand bereid. En we zaten in het gras te praten over het dilemma waar we voor stonden. Het was onmogelijk het hele biografische portret voor de 50ste verjaardag van Maxima af te ronden. En je stuitte meer en meer op de tweedeling in het leven van Maxima. Het leven voor en het leven na Willem-Alexander of met Willem-Alexander. Ook inderdaad in research en in stijl. Ja. En toen? Wat gebeurde er toen op dat kleedje? Ja.
Ja, in Amsterdam-Noord. Ja, wij zaten op dat kleedje te picknicken. En ik vertelde jou van, nou, ik heb nu eigenlijk gewoon het eerste deel klaar. Nu gaat ze naar Sevilla. En toen zei je, oh, je denkt in delen. Toen zei ik, ja, ik zei, het wordt echt, er zit wel echt een breuk in, een stijlbreuk. Omdat ik in vanaf het moment dat ze in Nederland komt, vertellen mensen echt aanmerkelijk minder verhalen, scènes. Ik zei, dus dat wordt ook in het boek een stijlbreuk. En toen zei jij, oh, dan moeten we ook in het boek gewoon een harde knip zetten. Gewoon zeggen deel 1, deel 2 in dat boek. Maar allebei, en we vertrokken allebei en opgetogen, omdat we dachten, nou, weet je wel, het loopt en het... Er is een eerste helft klaar. Maar we waren allebei ook heel gefrustreerd dat we het niet afkregen voor haar verjaardag. En allebei waren we daar ook echt wel over in mineur. Dus ik fietste naar huis toe. En ik dacht, nou, ik ga even een siesta doen. Het was volgens mij 35 graden of zo. En op het moment dat ik even in mijn bed stapte, dacht ik, oh, we moeten gewoon... En nog veel hardere knip zetten. Het moeten twee boeken worden. Dat klopt meer. Het klopt qua... Dan is die stijlbreuk geen probleem meer. Want dat dacht ik steeds. Hoe kan je nou in één boek zo'n stijlbreuk gaan verwerken en verantwoorden? En toen dacht ik, ik moet nu Francine bellen. Dacht ik, nee. Eerst een siesta. Eerst slapen. En eerst slapen. Als het daarna nog een goed idee is, dan bel ik Francine. Dus ik heb volgens mij maar heel kort even gedoezeld en jou onmiddellijk gebeld. En jij zei, ho, wacht, ik moet me even vasthouden. Maar het al heel snel zei je, ik vind het eigenlijk een geweldig idee. Ja, het was echt alsof we eigenlijk raar dat we dat niet gewoon meteen hebben dat bedacht. Dat we toen pas zagen. Ja. In allerlei redenen. Ja. Het had natuurlijk wel consequenties voor dit boek. Want wat er stond, dat boek was vormgegeven in thema's. Ja, ja. Er waren allerlei dingen die ook wel betrekking hadden op dat Argentinië. Die voor deel 2 stonden. Ja. Dus het allerbelangrijkste... Wachtte wel een helse redactionele klus voor je. Er wachtte een helse verbouwing nog. Meerdere verbouwingen, moet ik zeggen. Niet één, maar meerdere. Ja. Want Jorge Zorrilleta en zijn geschiedenis... Ik dacht steeds, kijk, die vader moet erin. Maar iedereen zei, Jezus, het boek gaat natuurlijk voor het grootste deel over die vader. Dat ik dacht, nou, dat ga ik dus niet doen. Het gaat over die vrouw en het gaat over haar vader... En Jorge Zorrilleta is haar vader en daar gaat het over. En die geschiedenis van Argentinië, de junta, hoe die daarin betrokken raakt. Hoe dat gaat als hij te weten komt dat er natuurlijk ook allemaal ontvoeringen, martelingen en moorden zijn. Dat bewaar ik allemaal voor twee. Als namelijk die bom in haar gezicht ontploft in Nederland. En dus dat had ik helemaal eruit gelaten. Ik had wel iets van die geschiedenis, maar dat stond voor twee. En dat heb ik toen helemaal erin moeten schrijven. Waardoor Jorge Zorrilleta toch ook... en zijn politieke carrière toch echt... dat hij toch een personage moest worden, al zeker. Echt. En, maar goed, ik vind dat het ook heel mooi in evenwicht. Prima uitpakt. Ja, maar dus dat was... Prima. Ja. Nee, die... dan komen we ook op die titel Moederland, Vaderland eigenlijk. Wat eigenlijk weer daarna een soort van trouvaille was. Waarmee dat ook weer zo goed klopte dat het twee delen werden... die heel nauw natuurlijk met elkaar verbonden worden, ook door de titel. Want kun je die ook nog een keer uitleggen, hoe je daarop kwam, op dat eerste deel Moederland, tweede deel Vaderland? Ja, ik had eerst een andere titel steeds in mijn hoofd. Maar nu moesten er dus twee boeken komen. En die titel, dat werkte dan niet meer. Voor één van twee vond ik, het wordt gewoon straks de titel van een hoofdstuk. Maar toen dacht ik, ja, ze is natuurlijk heel erg thuis geraakt in Nederland. En ik had ook al ergens in een Argentijns boek had ik gelezen dat... Dat de Romeinen altijd een gezegde gebruikten waar de Argentijnen dol op zijn. Ubi bene, ibi patria. Waar ik me thuis voel, waar ik me goed voel, daar is mijn vaderland. En ik had zelf altijd al, ik vond dat begrip moederland heel mooi. Want dat gebruikte ik bij mijn Limburg-project. Dat ging over waar ik mijn eigen moederland had verlaten. Daar heb je ook heel mooi over gezongen zelfs. Dat liedje Motherland. Maar dus dat begrip... Dat zing eens één regel. Nee. Waag ik me nu niet aan. Ja, nee, het zou te gek zijn om bij elk boek datzelfde lied te gaan zingen. Want het past weer. Het is echt schitterend. Ja. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go.
don't you go. Maar dus dat begrip moederland, dat was me heel naar. Dus ja. dat droeg ik wel altijd mee. Omdat ik dat bij mijn vorige boek zo enorm gebruikt heb. En dat lied gewoon heel vaak bij lezing ook heb gezongen en zo. Dus toen dacht ik, nou ja, gewoon Nederland is haar vaderland geworden. Maar haar moederland, waar echt waar ze geboren is, dat is Argentinië. En zo kwamen we. Zo. En ook bepaald is door sterke vrouwen in haar absoluut. Jeugd. Ja? Absoluut, ja. Ja. Zij is gevormd ja. door sterke vrouwen. Ja. Ja. Toen ik je vroeg om dit boek te schrijven en je zei het in het begin al, was dat ook omdat jij en Maxima een aantal overeenkomsten hebben. Precies even oud. Je schelen geloof ik 12 dagen. Ja. Het is echt krankzinnig. Allebei econoom, allebei Afrika-kenner, moeder van 3 kinderen. Hoe zie je dat nu het boek er is? Zijn die overeenkomsten relevant gebleken bij het schrijven of volstrekt niet? Weet je, het ingewikkelde daarvan is dat je doordat er allemaal overeenkomsten zijn, dat je sommige dingen heel vanzelfsprekend begrijpt of snapt. Nu is zij opgegroeid in een heel andere cultuur, maar toch ook echt een puber geweest, opgegroeid in de jaren 80. En dat heb ik zelf ook. Dus al die referentiepunten, de muziek die zij luisterde, de soort disco waar ze naartoe ging. Toen dacht ik, ja, de disco waar ik naartoe ging op mijn 15e, die zag er precies zo uit. Ja, minder groot, maar precies ook gewoon New York. Ja, die heette Studio 54. Ja. De kleren en dat we ook heen en weer hopten van eigenlijk een meer alternatieve disco. Waar ze new wave muziek draaiden, U2 en vandaar heen en weer hoppen naar een super harde disco. Deed zij ook, deed ik ook. En dus weet je, en de kleren en wat voor films erin. Dus die hele referentiekader, het kleine huis op de prairie, Fame op tv. Blijkbaar zijn die dingen, die zijn gewoon een soort van universeel, gaan die rond onder die leeftijdsgroep. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ik werd van de week door iemand geïnterviewd die zei, ja, zei die, ik ben 10 jaar jonger, dus ik heb dat hele culturele referentiekader heb ik minder. Maar zei die, ik kan zien aan het boek dat je dat meteen allemaal snapte, hoe dat te plaatsen. Maar goed, kijk, veel verder dan dat gaat het misschien ook niet. Waar ik in het Limburgboek een enorm voordeel had, doordat ik allerlei codes meteen snapte. En doordat ik zeg maar bij de kleinste hint of aanwijzing wist wat voor betekenis er allemaal achter schuil ging, stapte ik hier in een wereld waar ik al die codes, de taal, de betekenissen allemaal precies. Ik spreek Limburgs, maar ik sprak matig Spaans. Dus hier ging heel veel betekenis mij verloren. En nou goed, dat is op zich. Dat vergt dus gewoon veel meer tijd en moeite en onderzoek. Waar ik dat in Limburg van geboorte af had, heb ik dat in Afrika natuurlijk ook nooit gehad. Dus je verdiept je gewoon, moet je veel meer verdiepen. Als een cultureel antropoloog probeer ik in zo'n samenleving me te bewegen en te kijken naar alle codes en kleine dingen waar zoveel meer achter zit. En dus te kijken aan al die overeenkomsten, die vielen natuurlijk weg bij het schrijven van Maxima. En moest ik een nieuwe wereld verwerven van die ik kon begrijpen. Koningin Maxima wordt in mei 50 jaar. Jij ook. Een leeftijd waarop je al heel veel hebt gedaan. Maar ook hopelijk nog heel veel gaat doen. Jullie zijn allebei sterke, intelligente vrouwen in de bloei van jullie leven. Zou je het na al deze jaren van research over haar leven niet ontzettend leuk vinden om eens een borrel met die vrouw te gaan drinken? Ja, ik denk wel dat ik dat heel leuk zou vinden. Ook omdat er natuurlijk zoveel dingen zijn die ik los van boek en research ook aan haar zou willen vragen. Want dat mis je natuurlijk wel als je een boek schrijft. Ik heb geen toegang gehad tot haar binnenwereld. Geen ego-documenten, geen brieven, geen dagboeken. Terwijl ik sommige dingen. Kijk, ik trek als. Nou ja, ik zeg biograaf, hè, we maken een biografisch portret ervan. Maar je werkt als een biograaf, trek je allemaal lijnen in iemands leven. Hè? Je legt daar gewoon een heel raster overheen van duiding, van structuren. Van, psychologiserend is het ook. En dat voelt soms ook wel als heel brutaal. Hè? Want wie ben ik dat ik gewoon iemands leven, maakt niet uit of dat koningin Maxima of iemand anders is. Stel dat ik bij mijn vorige hoofdpersoon, dat ik zo'n leven helemaal
van een narratieve lijn voorzie. Maar goed, dat is ook ons werk. Maar ik zou het heel leuk vinden om die dingen ook, weet je, met haar te toetsen. Van god, hoe vond je dat? Of voel je dat ook zo? Of herken je dat? Of vind je dat echt totale onzin? Je schrijft dat heel mooi eigenlijk op aan het einde van het voorwoord, vind ik. Misschien wil je dat even voorlezen, die laatste alinea. Over een gewoon meisje dat koningin wordt zijn genoeg sprookjes verteld. Deze geschiedenis is niet geromantiseerd, nog gedramatiseerd. Ze bevat geen imaginaire of ingevulde dialoog. Elke scène is waar gebeurd. Zoals in alle non-fictie moest soms met een beperkte hoeveelheid pixels het beeld voorzichtig naar de werkelijkheid worden scherpgesteld. Maar dat alleen om een portret te schetsen van een heel mens. Van een leven zoals het is geleefd. Dat is heel mooi. Nou, tot slot, je zit nu midden in de drukte rond de verschijning van het boek, met veel aandacht en mediaoptredens. Straks duik je weer onder voor het tweede boek Vaderland. Dat zal gaan over het leven na de ontmoeting met Willem-Alexander en haar leven als koningin. Zie je daar tegenop? Of waar hoop je op? Dat is een gewetensvraag. Nou, ja, vooralsnog zie ik er een beetje tegenop. Ja, want dit was zo'n klus. En ik heb begin natuurlijk helemaal niet van voor of aan. Er is al een hele hoop. Maar waar ik toch, ja, eerlijk gezegd een beetje tegenop zie, is dat wat dit boek zo'n plezier heeft gemaakt om aan te werken, is dat ik gewoon zulke mooie kleine verhalen had. En die heb ik gewoon onvoldoende nog. En die hoop ik natuurlijk nog wel te vinden. Maar ik ben ook realistisch. Zoals ik ook bij dit boek op een gegeven moment heb gedacht. Oké, ik stop nu met te zoeken naar wat ik niet kan vinden. Ik krijg geen brieven bijvoorbeeld. Hier moet ik het mee doen. En in dat opzicht wordt Vaderland toch ook een beetje anders. Dus, maar ook wat ik super spannend en interessant vind en waar ik erg naar uitzie, is ook gewoon een beschouwing over die monarchie. Wat natuurlijk een anachronisme van de bovenste plank is. Zo'n instituut. En welke betekenis heeft dat nog in onze tijd? Hoe heeft onze monarchie, die dus wel zeg maar de revoluties van een eeuw geleden heeft overleefd. Ik bedoel, 3/4 van alle koningshuizen is toen ten onder gegaan. Maar de Windsors en de Oranjes hebben dat blijkbaar met succes gedaan. Hoe zet zich dat vandaag de dag voort? En wat, is natuurlijk de cruciale vraag, wat is de rol van Maxima daarin geweest? En ik denk dat die best bepalend is geweest. Dankjewel, Marcia. Ik kijk er enorm naar uit. Nu al. Maar eerst dit. Eerst dit, dankjewel. De boekhandels zijn weer open. Haast u zich er naartoe om Moederland aan te schaffen. Het is een rijk geïllustreerd boek met volop prachtige foto's. Kijk zeker ook even op debezigebij.nl voor meer informatie over onze auteurs, hun boeken en de podcast. In de volgende aflevering zijn Michiel Cousy en Maarten van Dun te gast en blijven we in koninklijke sferen. Zij schreven een onthullend boek over prins Bernard Junior, beter bekend als de Zakenprins. Dat belooft wat. Heel graag tot dan!